De regering heeft besloten de ministeriële beschikking aan Gold Line Mining NV voor de duur van 6 maanden te schorsen. Het gaat om een presidentieel besluit waarbij president Chandrika Prasad Santokhi meerdere aspecten in overweging heeft genomen. De onderneming had bij beschikking van de minister van NH het recht verkregen voor de exploitatie van bouwmaterialen gelegen in het district Sipaliwini. Als ook het recht voor de exploitatie van bouwmaterialen gelegen in het district Nikeri. Dit besluit heeft echter veel vraagtekens opgeroepen bij de samenleving. Zo luidt een van de overwegingen. De Dominicaanse Republiek, Belize en Suriname, evenals de Mexicaanse staat Quintana Roo en de Braziliaanse staat Manaus, ontvingen vandaag de prijs 2023 van de PAHO Malaria Champions of the Americas voor hun aanhoudende acties in het teken van malaria-eliminatie in de regio. De prijzen werden uitgereikt tijdens een evenement ter gelegenheid van de Malaria Day in de Americas. Tijdens de bijeenkomst erkenden PAHO en haar partners inspanningen van deze landen bij de aanpak van malaria en de verbetering van de gezondheid van hun bevolking. President Chandrika Prasad Santokhi heeft maatregelen genomen tegen de gronduitgifte in Nikeri. Het betreft de uitgifte van gronden aan de stichting Raji Rijstindustrie. In het schrijven aan het staatshoofd op donderdag 2 november en telefonisch heeft minister Dinota Forswijk van CBB bevestigd dat de uitgifte een omissie betreft welke onmiddellijk gecorrigeerd zal worden. In een schrijven op vrijdag 3 november aan minister Forswijk vraagt president Santokhi dat de uitgegeven toewijzingsbeschikking aan de stichting terstond wordt gecorrigeerd middels een vaststelling vervallen grondhuurbeschikking.